Door de zware regenval in het afgelopen etmaal is een klein deel van een onderhoudsweg aan de voet van de Afobakadam weggespoeld. Dit maakt Staatsolie Power Company Suriname NV bekend naar aanleiding van foto's die circuleren op sociale media. Deze onderhoudsweg vormt geen onderdeel van de hoofdstructuur van de dam. De integriteit van de dam is voor 100% gegarandeerd, wat ook wordt bevestigd door reguliere monitoringsmetingen van SPCS. Veel kinderen in Suriname hebben hun kindervaccinaties gemist. Dit laat PAHO weten in verband met de Wereldimmunisatieweek die vandaag is begonnen en tot 28 april loopt. De achterstand in vaccinaties heeft veel te maken met de ontwrichting die teweeg is gebracht door de COVID-19-pandemie. Hoewel Suriname op nationaal niveau goed staat, is de vaccinatiegraad in Koroni, Saramaka en Sipaliwini best laag. Hierdoor heeft Suriname haar doel van een vaccinatiegraad van 95% niet bereikt. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan de Kitty Cluster. De cluster in het gelijknamige dorp aan de Tapanahoni-rivier is onderdeel van het Sino Hydro Project. Dit project behelst het bouwen van 5 powerplants om ruim 50 dorpen te kunnen voorzien van elektriciteit. NH-minister David Abiyamofo zegt dat gekozen is voor hernieuwbare energievoorziening in de vorm van hybride systemen, een combinatie van zonnepanelen, batterijopslag en dieselgeneratoren voor gebieden waar de elektriciteitsvoorziening vanuit de EBS een uitdaging is.